Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over lasergraveren. De Ortho Laser Master 2, 15 watt versie, dat is de laser engraver, diode laser engraver die ik heb. 15 watt is niet de hoogste power. De Laser Master 2, 20 watt versie bijvoorbeeld, heeft een uitgangspower van ongeveer 5 watt, die van mij ongeveer 4. En tegenwoordig zie je ook steeds meer de diode lasers verschijnen die nog veel meer power hebben. Zoals bijvoorbeeld bijna een 10 watt uitgangsspanning al redelijk normaal begint te worden bij apparaten als Comgrow Z1 of X-Tool D1. Daarnaast zie ik toch ook in vele video's en verhalen van mensen dat als ze op hout gaan werken, vooral de wat zwaardere soorten hout, en ze willen bijvoorbeeld tekst op hout graveren, dat dan hulpmiddelen gebruikt worden als borax of baking soda. Ik heb in een van mijn video's een voorbeeld laten zien van het werken met baking soda. En dat werkt inderdaad, alleen het heeft het nadeel dat je hout vergeelt en dus een verkleuring gaat geven. Bij borax is bekend dat na verloop van tijd de kwaliteit gaat afnemen van de gravuren. Dit weekend, het zijn emotionele weken voor mij om diverse redenen. En ik vond het noodzakelijk om een songtekst van Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water, op hout te graveren. En nou had ik, omdat ik ook een CNC-machientje heb, een freesmachientje. En ik had dus nog beukenhout liggen. 1,8 centimeter dik, dus 180 millimeter. Niet liegen, 18 millimeter. 180 millimeter is wel heel dik beukenhout. Mijn excuus. 18 millimeter. Dat is dus geen hout wat je gaat snijden met onze lasergravuurapparatuur. Dat gaat niet lukken. Je zou een freesmachine kunnen gebruiken om die tekst erin te frezen en die dan bijvoorbeeld in te schilderen. Maar ik heb dat beukenhout, en dat is beukenhout gewoon wat je bij de Gamma koopt, gewoon in planken. Die kun je in stukken zagen natuurlijk. En die stukken kun je dan gebruiken om te laseren. Let niet op de afwerking. Ik heb een freesmachientje om af te werken. Ben daar echter nog niet zo mee thuis. En dat gaat goed zolang ik op de lange zijde ben. Alleen bij de hoeken dan gaat dat bij mij een beetje fout. Dus als je heel goed kijkt kun je dat ook zien uiteindelijk. Maar zie hier 1,8 centimeter dik beukenhout waar ik 2 maal overheen ben gegaan met mijn laser. Even uit mijn hoofd 85% power, 900 millimeter per minuut en 2 keer over de tekst heen. Daarna licht geschuurd. De freesmachine de randen laten doen, maar ik zei al, dat kun je met name hier bovenin zien. Het is niet helemaal netjes gebeurd, dat is mijn onkunde. Dat leer ik hopelijk ook ooit nog wel eens een keer. En vervolgens het geheel ingewreven met notenolie. En meubelolie, maar dan in notenkleur. En dat geeft een geweldig effect. En je ziet, die tekst is echt zwart genoeg. Ik heb hem eerst natuurlijk schoongemaakt met een borstel, zodat zeg maar de roetpartikels eruit zijn. Daarna dus geschuurd en met notenolie ingewreven. En je ziet een fantastisch resultaat verschijnen. Waarom maak ik nou deze video, vraag je je af? Nou, simpelweg om aan te tonen dat soms je natuurlijk als basis de zaken neemt die op het internet te vinden zijn. Zaken zoals op YouTube video's die mensen vertellen wat ze doen en hoe ze dat doen. Maar soms is het ook wel eens handig om gewoon te proberen op de manier waarop jij denkt dat het misschien wel eens zou kunnen. En de reden waarom ik dit gedaan heb zonder borax en zonder baking soda, is omdat toen ik de eerste keer baking soda gebruikte, ging om een naambordje voor mijn dochter en haar man. Het was hetzelfde beukenhout overigens. Ik vond dat er wel ontzettend donker uitkomen. He, dat was deels de vergeling van het hout door die baking soda. Dat vervolgens aangevuld met, in dit geval, antiek was. Die nog iets donkerder is.
En die twee combinaties, die baking soda en de antiek was, maakte dat object wel een erg donker object. Verder wel een mooi object en ze vinden het ook mooi om te hebben. Echter, ik vind dit mooier. Ja? En dit is dus zonder baking soda gedaan en afgewerkt met notenolie. Ik raad je dus aan, en dat is ook precies waarom ik de video maak, experimenteer. Dan heb je er misschien ook nog eens een keer heel veel plezier van, omdat het iets is wat je zelf hebt uitgevonden en waar je trots op kunt zijn. Bridge over troubled water. Dag allemaal.